De start is gevallen. Paarden zijn weg en een duel om de leiding waarbij Carnizaris Boko aan de binnenkant goed weg is. Maar aan de buitenzijde is nog sneller Red Team Rex. Plaats 3 is voor Duena Boko, een van de favorieten. En zo gaan de paarden de bocht in. Red Team Rex aan de buitenzijde geeft daar nog wat gas bij en wil de leiding gaan overnemen. En dat gaat hij ook doen. Red Team Rex wordt de nieuwe leider. Carnizaris Boko ligt tweede. Op de derde plaats April Kings Deep. Die heeft vanuit de tweede gelid een hele mooie start gehad. En dan valt er een flink gat. Een flink gat naar plaats 4. En plaats 4 is op dit moment voor Fire Streamline. Schuin achter Fire Streamline ligt Dirk buiten Zorghaar in de Vrede vandaag voor het eerst in de nieuwe sponsorkleuren. En daarachter volgt dan Dani Boko, de andere favoriet. Daarachter aan de relingzijde Delivery. En de laatste plaats is voorlopig voor John de Leeuw met Zigi. Zo zijn de paarden de eerste 500 meter door en gaan ze de linkerbocht alweer in. En de leider is nog altijd Red Team Rex. Daarachter Carnizaris Boko. Tempo gaat ietsje naar beneden. Het veld schuift in elkaar. De buitenzijde gaat nu Dani Boko naar voren. Dani Boko gaat opschuiven. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune zometeen in. Helemaal achteraan het veld nu Duena Boko. Die heeft een korte fout gehad. En die begint ook weer aan te sluiten. Tempo vooraan ligt niet al te hoog. En de deelnemers zijn inmiddels weer in de rechte lijn. Met Red Team Rex aan de leiding. Red Team Rex op de tweede plaats. Daarachter Carnizaris Boko. Dan April Kings Deep. Buitenkant daarnaast Dani Boko. En daarachter aan de relingzijde Fire Streamline. Tweede spoor daarnaast volgt Zigi. Daarachter is het Dirk Buitenzorg. Ligt nog in de start van het veld. Voorlaatste is nu Duena Boko. En laatste Delivery. Weer een galoppade van Duena Boko en dat is normaal gesproken de rode kaart. Paarden gaan de rechterbocht door. Leiding in handen van Red Team Rex. Red Team Rex gaat een paar meter voorsprong nemen nu. De buitenzijde ziet Dani Boko dat gebeuren, die gaat erachteraan. Dani Boko schuift door naar plaats 2. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Red Team Rex, Dani Boko samen met Carnizaris Boko. En daarachter volgt April Kings Deep. En door het derde spoor gaat nu naar voren Dirk Buitenzorg. Dirk Buitenzorg gaat de eindsprint inzetten. Dan mogen ze vooraan de borst nat maken. De deelnemers gaan de laatste bocht in. Maar Red Team Rex is niet van plan om te wachten op Dirk. Red Team Rex op de tweede plaats, Dani Boko. Dan Carnizaris Boko. En aan de buitenzijde gaat naar de vierde plaats Dirk Buitenzorg. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Met nog altijd Red Team Rex vooraan. Daarachter Dani Boko. Derde plaats nu voor Dirk Buitenzorg. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. En het is nog altijd Red Team Rex die leidt. Red Team Rex gaat sterk. Dani Boko heeft het moeilijk. Dirk Buitenzorg komt eraan. Maar allemaal achter de rug van Rick Ebbingen. Het is Red Team Rex die hem gaat winnen. Red Team Rex wordt de winnaar. Dani Boko probeert het nog een keer. Die wordt dichtbij tweede. En plaats 3 is voor Dirk Buitenzorg.